Hey kijkers van DDG, ik zit hier met een vriend van mij, Athene. Hallo David, hoe is het ermee? Ja goed, de laatste keer dat we bij elkaar waren was een jaartje geleden zo'n beetje. Ja inderdaad. Ja, want jij was niet op de E3 of wel? Nee, ik was niet op E3. Niet dit jaar, nee. Oké, nou ja, goed, maakt niet zoveel uit. Waarom zit ik hier op de Razer booth samen met Athene? Ik heb een heel erg leuk idee. Eigenlijk kwamen we er samen een beetje op. Wij gaan samen streamen. Wanneer weten we nog niet, maar wat gaan we precies doen? We gaan samen, niet enkel via internet, maar IRL, streamen voor het goede doel. Ja, hij heeft een heel goed initiatief, Gaming for Good. Ik hoop dat het League of Legends wordt en geen World of Warcraft. League of Legends, zeker en vast. Oké, super, super vet. Ik ga daar binnenkort een video op maken op DDG. Wanneer dat precies is, dat is dan dus in België. Ga ik vanuit streamen, samen met Athene. Ik zou het heel gaaf vinden als jullie met duizenden tegelijk vanaf DDG naar Athene live komen op Twitch. Dat moet je echt doen. Nog even gauw, wat is Gaming for Good, zodat ze weten waarvoor we het gaan doen? Want we gaan het niet doen om onze zakken te vullen. Gaming for Good is een initiatief waar dat alle donaties rechtstreeks naar Save the Children gaan. Dus Save the Children is een organisatie waar dat al het geld gaat naar kinderen. En de gezondheid van kinderen, vooral kinderen die minder dan 5 jaar zijn. En het geld wordt, er krijgen punten voor. En die punten kun je besteden voor games te kopen. En dezelfde waarde waarmee je doneert, kun je eigenlijk games kopen. Dus je verliest eigenlijk een gesteund charity. En naar gelang waar je woont, kun je dat zelfs aftrekken van de belastingen. En al die games zijn gedoneerd via developers. En ja, dat is fantastisch. Ja, fantastisch. Inderdaad. Ook een shout-out naar u om er een shout-out video over te maken. Gamers, het is misschien mijn initiatief, maar het is de gaming community allemaal tezamen. Die eigenlijk een verschil maken in de wereld. Precies, niet alleen de streamers, maar ook de gamers en de kijkers zelf. En dat maakt het zo tof. Er staan 2 linkjes in de beschrijving. De allereerste is een video over Gaming for Good op het kanaal van Athene Wins. En de tweede is alvast het linkje naar Twitch, dat is Athene Live. Je kan er alvast even op abonneren, daarmee steun je het doel ook alvast. En over nu en een aantal weken zul je mij bij Athene zien, waarin wij League of Legends even onveilig gaan maken. En dat wordt een lange stream, denk ik, hè? Gaat fantastisch worden. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik zie jullie dan. Doe even een like op de video als je het leuk vond. Abonneer op Dus David Games. Volg Athene op Twitch. Echt doen. En bedankt voor het kijken. Later.